kijk. Die neem ik even mee. Ik rij eventjes naar een veld hier in de buurt waar ik kraaien mag jagen. En dan vertel ik de rest. Dat vliegtuigje gauw oprot. Vaak lawaai overal, hè. Dat merk je met filmen vooral, hè. Want dan ben je ook bezig met het geluid. Een trekker, een auto, wind, een vliegtuig, weet je, een motor. Dus... Nou ja, moet niet gaan mopperen. Ja, ik ben er weer. Waarom ben ik er weer? Nou ja, onder andere omdat mijn hondje buitenspel staat, die is 2 keer geopereerd. Die heeft nou een drain, die had een lelijke ontsteking onder zijn tong tussen zijn kaakbotten. En nou, we zijn al 10 dagen niet op jacht. Ik kan hem natuurlijk thuis laten en wel gaan, maar dat vind ik niet sportief. Dus, en ik moet zeggen, mijn laatste filmpje was van afgelopen voorjaar, hè, want in het broedseizoen ga ik nooit op pad. Ook niet op kraaien en kou, het mag wel, maar dat doe ik niet. En dan mis ik het, ja, ook wel een beetje, maar ik mis met name de respons. Want dan soms ben ik op pad en dan denk ik, joh, zou het nou overal zo zijn dat die grauwen niet of nauwelijks meer reageren op de lokkers? En zou het nou overal zo zijn dat die kraaien steeds meer in een groep zitten? En zou het nou overal zo zijn dat die kauwen spoorloos verdwenen zijn? Vroeger hier bij Groene Kan, boven de supermarkt, bij Soest in Amersfoort, honderden kauwen. En ik zie nog wel eens een kauwtje, daar gaat het niet om. En ook jonge kauwtjes. Maar bijvoorbeeld Kromme Rijngebied, waar ik kauwen jaag in de peren appelboomgaarden. Nul. En dan denk ik, waar zijn die dan ineens gebleven? Ik bedoel, ik weet dat er een ziekte was voor merels en zo. En dan, maar dan zoek ik respons. En met die filmpjes kreeg ik altijd heel veel leuke reacties van u. En dus ik dacht, nou, ik koop toch weer een GoPro via Marktplaats. Want dan blijft natuurlijk toch een zeeuw wat dat betreft. Ik heb er zelfs 2. En dan misschien dat ik dan toch af en toe een filmpje maak. Nu ben ik hier omdat ik toch niet op pad kan. En ja, vervelen is een groot woord. Maar toen dacht ik, ik krijg regelmatig vragen binnen op mijn website. Van joh, Tok, hoe maak je nou een goed hutje? Hoe verstop je je nou goed? Nou, en nu laat ik even wat dingen zien hoe ik het doe. En dan wat fragmenten van oudere filmpjes. En als dan dat vliegtuig zo meteen lekker optieft, dan hebben we een leuk filmpje. Nou, dit wordt dus een beetje een filmpje zoals How Do They Do It. Vind ik altijd leuk, hè? Hoe doen mensen het? Verstoppen. Er zijn 2 dingen van wezenlijk belang met verstoppen. A. De kleur moet een beetje matchen met waar je zit. En dan zeggen mensen ja, maar sommige dierenvogels zien zwart-wit. En anderen zeggen ja, maar wil je wel ultraviolet? Hoe het zit weet ik ook niet. Maar mijn ervaring van de afgelopen 50 jaar, want ja, zo lang loop ik dan toch wel mee in het veld, is als het maar matcht met de kleur in het veld, dan val je minder op. Dat is 1. En 2, het moet er een beetje wulps, luchtig, natuurlijk uitzien. En dat gaat met deze schermen. Ik vind ze geweldig, die schermen. En ik ben er trots op dat laatst in de Nederlandse Jager het tijdschrift stond dat in India mijn hutje op de duivenjacht gebruikt wordt. Dat hebben ze gekopieerd en noemen ze het ook het hutje van Tok. Dat is toch geestig? En die zijn opgerold. Ja, hoe is het dan gemaakt? Ik heb hem meegenomen. Kijk, dat zijn die afrasterpaaltjes. Ik zal het in deze camera laten zien. Met zo'n voetje erin en een scherpe punt. Dat als het in de zomer de grond hard is,
deze zomer niet. Maar als in de zomer de grond hard is door droogte, dan kan je hem toch lekker, zeg maar, met een voetje, kan je hem zo in de grond prikken. En wat kostte die? Ja, bij de landwinkel, ik geloof 4 euro per stuk. Dus daar zit je niet voor zonder. En pantenetgaas. En waarom pantenetgaas? Nou, daar kan je een beetje met je handen tussen friemelen. En dat pantenetgaas is, ja, wat zal het zijn? Een meter 10, komt ook niet zo nou hoor. En dan ga je vlechten. Dan ga je vlechten. En wat ga je dan vlechten? Bamboe, wilgenroosjes, riet, mais, die camera, maar net wat je tegenkomt. Kijk, even een beetje op maat gemaakt hebben, dan zitten die plumen voor je geweer. Zo. Want je moet zo'n scherm wel updaten. Ik ben vaak 3-4 ochtenden in de week op pad. Dus dan kan het meerdere dagen mee. Maar ja, ik heb makkelijk praten. Maar als je zo af en toe eens een zaterdag gaat, dan moet je wel van tevoren even wat vers spul snijden. En dat er een beetje doorheen weven. En het oude spul kan dan weg. Nou, bamboe, dat is ideaal spul. In de zomer droogt het op. In de winter blijft het heel lang als gele bladeren blijft het zitten. En ik heb vaste hutjes bij Schiphol. Nou, dan heb je echt wekenlang heb je daar plezier van. Ik ken een tuincentrum waar die bamboe woekert. En die is blij als ik kom. Dan zeg je, nee, haal me weg. Dan hoef ik het niet te doen. Dan neem me mee. Weet je, en dan kan je met die bamboe kan je prachtige hutjes, vaste hutten bouwen. Want in de winter kan je ze vaak wel zo, zeg maar, in de grond steken. En dan blijft dat goed. Dus dan heb je dat gaas niet nodig. Dan kan je haast het los in de grond steken. Heb je dat vliegtuig weer? Kijk. Altijd wel goed even nadenken. Dit is uit de eigen tuin, zal ik maar zeggen, waar ik mag komen. Je moet altijd wel toestemming vragen, hè? Want je kan natuurlijk niet overal zomaar een beetje gaan snoeien. Wat ik heel fijn vind is Amerikaanse eik. Dat is ook een soort onkruid, dat groeit ook als een gek vaak. Maar beuk. Beuk vind ik een van de fijnste. Waarom is dat? Omdat een beuk is bang voor zonnebrand, dus die groeit heel waaiervormig. En als je dat dan zo neerzet met een klem, kijk, dan heb je ook gauw dat natuurlijke effect. Wat ik minder geschikt vind is willig. Willig aan de bovenkant is groen, maar de onderkant is bijna wit. En als je het snoeit, dan staat het anders en dan heb je in één keer die witte kant. Vogelkers vind ik ook minder geschikt, want dat wordt gauw moe. Prunus is te donkergroen. Dus ja, ik geef de voorkeur als het om bomen gaat, als het om blad gaat, aan esdoorn, Amerikaanse eik of beuk. En wat hebben we dan nog meer? Mais. Kijk, het gaat dan, bent u daar nog? Het gaat dan om die stukken net boven de kolf, hè? Het gaat om die toppen. Kijk, als het dan zo meteen gerijpt is, hè, in september, begin oktober of wanneer dan ook. En je knipt die koppen eraf, zeg maar, net boven de mais. Dan geeft dat helemaal niks. Maar dit zijn ook, en de aardigheid is, het droogt ook zo leuk op. Het blijft heel lang goed. Het verhardt, het wordt een beetje bruin beige-achtig en het ziet er hartstikke natuurlijk uit. Tot zover het rietschermhutje.
Het werkt gewoon. Sterker nog, in deze boom verzamelen ze graag 's morgens vroeg kraaien. Want die gaan dan daarna naar die boerderij en naar die boerderij en naar die boerderij. En de wind staat vaak vanuit het zuidwesten zo. Dus als ik hier achter in de mais zou gaan staan, zit ik gewoon te ver. Dus 2 weken geleden heb ik exact dit hutje hier neergezet. En toen had Blink nog niks. En ja, ik had 8 kraaien. Nou weet je, dan heb ik het enorm naar mijn zin. En het gaat niet zozeer om die 8 kraaien, maar het is zo leuk als je plannetje werkt. Ja, bra. Kom maar. Hup. 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 Goed. Nou, even gedag zeggen. Ik heb dus weer 2 camera's. En als Blink opgeknapt is en die ontsteking is helemaal weg en hij is van de kuur af en de drains zijn eruit, dat duurt nog een week, dan wacht ik op een leuk moment dat het niet regent, dat er geen lawaai is, dat er geen storm is en dat ik wel wat kansen verwacht. En dan denk ik dat ik toch maar weer eens een filmpje maak, als u het goed vindt. Voor nu bedankt voor het kijken en kan ik gerust zeggen, tot de volgende keer.